De conceptwet Belastingautoriteit, welke is voorgesteld door de directie bij de Belastingdienst, moet ingetrokken worden. Dit zei de vertegenwoordiger van de staatsraad Wilgo Bilkendijk vandaag tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering voor de vakorganisatie bij de belastingen. Bilkendijk stelt dat de procedure van intrekking niet zonder slagen of stoten zal gaan. Jullie moeten zeker eisen, dat gaan we dus morgen ook doen, voorzitter, dat die wet wordt teruggetrokken. Die wet kan nu niet onder behandeling gaan staan. Nu moet de Belastingdienst het terugnemen en het ministerie moet eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk is het Belastingdienst is dus een werkarm, onderdeel van het ministerie. Maar de nieuwe of een minister van Financiën gaat wel die responsibility moeten nemen om dit eigenlijk dit varkentje dat was. Want dit is hartstikke fout. Dus eigenlijk het is een uitgeleider. Eigenlijk naar de ook geboren is in de Agbafoutba. Dus maar dat moet zeker worden teruggetrokken. Bilkendijk merkt op dat de Belastingdienst onderdeel is van het ministerie van Financiën. Maar bij deze de minister de grote verantwoordelijkheid moet nemen om zaken op orde te stellen. Voorzitter van de douanebond Joyce de Vlucht merkt op dat de wet zoals die is voorgeschoteld veel meer nadelen dan voordelen voor het personeel bij de belastingorganisaties zal brengen. Lees dat ding goed. Die arbeidsvoorwaarden, waar zijn ze? Nu op dit moment vallen we allemaal onder de personeelswet. Dus je kan je altijd beroepen op die personeelswet. Hier is niet duidelijk waar we naartoe gaan met die ambtenaren. Dus niemand hoeft je uit te leggen, je gaat meer verdienen. Er gaan computers en weet ik veel. Je gaat de toelage krijgen, we gaan een nieuw gebouw krijgen. Wij van de douane, douanebond, is al jaren bezig te strijden voor een nieuw gebouw. En het staat er al. De laatste dingen moeten nog gebeuren. Dus men moet niet komen zeggen, jullie gaan in een nieuw gebouw gaan. Ook de belastingbond. Er is een gebouw dat ding is al betaald door IDB. Het moet alleen maar worden aangepakt. Dus laat men jullie geen knollen voor citroenen verkopen. De Vlucht stelt dat er nooit antwoord is gekomen op de voorstellen en vragen van de bonden over investeringen die gepleegd moeten worden binnen de organisatie. Er is ook niets geregeld voor de ambtenaren bij het hervormingsplan dat onlangs gepresenteerd is door de regering, meent de voorzitter.